We gaan nu oefenen in onze target 7 op bladzijde 5. Zoals het raakje hier zegt, werk steeds met uw potlood en uw lat om netjes te werken en foutjes weg te gommen met uw gom. Dat is het makkelijkst. We gaan eens kijken wat jullie moeten doen. 963 gedeeld door 4. Dat zal niet zo moeilijk zijn, het honderdtal is groter dan onze deler. Dus het zijn gewoon de vertrouwde oefeningen zoals je kent, alleen zal je op het einde rest hebben. Net zoals hier en de twee andere oefeningen. Helemaal op het einde, dus bij de laatste twee oefeningen, zien we nu iets veranderen. Er staan geen puntjes, nee, inderdaad. En hoe zou dat nu komen? Kijk eens goed naar deze oefening. Deze twee honderdtallen, dat is kleiner dan onze deler. Dat wil zeggen dat 2 gedeeld door 8 dus niet gaat. Je kan hier nu 0 schrijven en dan terugkeren 0 8 is 0. Om dan 2 min 0 te doen is 2 en dan je 8 te laten zakken. En dus daar starten met 28. Of... Je kan meteen starten met 28 gedeeld door 8. Dus hier staan er geen puntjes, omdat je mag kiezen. Kies je voor de lange manier, zoals we al de hele tijd geoefend hebben, of kies je voor de korte manier, omdat je honderdtal kleiner is dan je deler. Dus je mag dat zelf kiezen. Beide zijn allebei goed. Bij de oefening ernaast hebben we dat ook de 3 is kleiner dan de 6. Je mag hier dus meteen starten met 36 gedeeld door 6. Je mag het ook nog op de lange manier doen en starten met 3 gedeeld door 6. Dat gaat niet, dus dan moet je beginnen met die 0. Als je dit gedaan hebt, ga je ook naar bladzijde 26 om daar ook nog Oefeningen op te lossen. Hier hebben we weer zes oefeningen. Bovenaan staat er: Ik schat, je mag dat doen, maar je moet dat niet doen. Je mag dat zelf kiezen. Dus we zien hier weer oefeningen met puntjes. Dat zijn oefeningen waar het honderdtal groter is dan de deler. We zien ook oefeningen zonder puntjes. Daar is het honderdtal kleiner dan de deler. Ik wil nu nog één ding tonen op mijn bord. 812 gedeeld door 4. Ik ben er al aan begonnen aan de oefening, omdat ik nog één laatste ding wil uitleggen. 8 gedeeld door 4, dat was makkelijk. Dat is gewoon. 2, ik keer de terug. 2 maal 4 is 8. En 8 min 8 is 0. Als we nu kijken naar dat tiental, die 1. Oei, wij zien dat is hier kleiner dan die 4. 1 gedeeld door 4, dat gaat dus niet. Je mag, hier, je mag dat zeker niet doen zoals we daarnet hebben gedaan. Je mag zeker niet het de eenheid bij het tiental nemen. Nee, in het midden van de oefening mag je dat niet doen. Dus wat gaan we hier nu gewoon verder doen? We laten onze 1 gewoon zakken. 1 gedeeld door 4, dat gaat niet. Dus 0. We keren terug. 0 maal 4 is 0. En 1 min 0 is 1. We laten onze eenheden zakken. 12 gedeeld door 4 is 3. En 3 maal 4 is 12. 12 min 12 is 0. Dus onthoud, je mag dat enkel aan het begin van de oefening. Daar moet jij nadenken. Kies ik voor de lange manier of de korte manier? En dat is alleen maar. Als het honderdtal kleiner is dan uw deler. Veel succes! Daag!